Bekijk enkele gênante situaties aan het zwembad in onze nieuwe video. Het is mooi weer vandaag. Tijd om een paar baantjes te trekken. Wauw, het water is lekker. Oh, het is zo lekker. Ah, help, ik kan niet zwemmen. Ga weg, jij stoute jongen. Oeps, sorry, dat was een beetje onhandig. Nou, vandaag ga ik de hele dag zwemmen. Ik snap het niet. Hé! Hey! Oh nee, mijn bikini. Doe open. Wel, ik kan er niks meer aan doen. Er is maar één oplossing. Wat een schatje. Hoi. Hoi, ik ben Phil. En jij? Vicky. Vind je mijn zwembad mooi, Vicky? Dat vind ik echt. Oeps, ik liet het vallen. Ha, geen probleem. Oh, dit is bont. Hier is je haarspeld. Bedankt. Misschien moeten we wat gaan drinken? Ik denk dat ik maar eens moet gaan. Wat? Wacht! Je bent vergeten mijn nummer te vragen. En soms kan je onhandigheid je op zo'n manier doen overkomen dat je niet eens merkt. Oh, ik hou van zwemmen. Dat is vreemd. Wat is er met mijn gezicht gebeurd? Vandaag is het zo'n heerlijke dag. Ik zou zo vaker naar het zwembad moeten komen. Het is gemakkelijk om in een ongemakkelijke situatie bij het zwembad te komen, zelfs als je een super zelfverzekerde macho bent. Oh, James, maatje. Hoi. Wat ben ik aan het doen? Uitrusten. Wil je zien waar? Ik ga je nu alles laten zien. Dit is het duurste zwembad van de stad. Je kunt hier alleen op speciale uitnodiging in. En zoals je ziet, voor heel veel geld. Oh! Ah! James? Hé, zet aan! Oh nee, mijn smartphone is stuk. Nu zal ik moeten sparen voor een nieuwe. Sommige meisjes gebruiken hun trucjes om er onweerstaanbaar uit te zien in het zwembad. Ik ben dol op dit badpak. Ik zie er gewoon geweldig uit als ik het draag. Het flatteert mijn figuur. Ik heb genoeg gezwommen. Het is tijd om een lekker kleurtje te krijgen. Wacht, waar zijn mijn... Oh nee, wat gênant. Als de vriendinnen samen bij het zwembad rondhangen, verwacht dan wat ongemakkelijke situaties. Wauw, wat een leuke jongen. Hij is van mij. Ik zag hem eerst. Dat is niet waar. Wij horen bij elkaar. Niet zo snel. Ga weg, hij is mijn vriendje. Oh, wacht. Waar is hij gebleven? En hier is hij. Dat is niet eerlijk. Nou, hij is niet zo leuk. Ja, inderdaad. Elk meisje verbeeldt zich van tevoren dat ze er prachtig uitziet in het zwembad.
Het is jammer dat verwachtingen niet altijd samenvallen met de werkelijkheid. Ik zie eruit als een aardappel. Sommige mensen maken zich geen zorgen over gênante situaties, maar over hun gezondheid. Wat een brandende zon. Nou, nu ben ik klaar om te zonnebaden. Vicky, waarom ben je helemaal opgedoft? Ik wil geen zonnesteek oplopen. Maar wat is het nut van zonnen met kleren aan? Nou, ik heb ook vitamine D nodig. Het is zo warm vandaag. Ik heb al een mooi kleurtje. Ik kan beter gaan zwemmen. Oh nee, dat is mijn pareo. Wacht, niet wegvliegen. Laat me niet achter. Ik heb je. Het is niet zo gemakkelijk om van me weg te komen. Wel, lastige situaties wachten ons om de haverklap op. Er zijn van die soorten ongemakkelijke situaties die iedereen kent. En hier is er een van. Ik haat het als mijn zonnebril in mijn haar blijft hangen. Dit is zo pijnlijk. Ah, al goed. Ik haal hem er later wel uit. Wat een mooie dag om even uit te rusten bij het zwembad. Het is niet te druk. Het is rustig. Ah! Oh, nee. Nee! Ik ben al 2 uur bezig het recht te trekken. Je voelt je zo cool als je mooie kleren draagt. En het wordt zo gemakkelijk om sommige ongemakkelijke situaties te vergeten. Het belangrijkste is dat je de juiste maat krijgt. Ik zal nooit meer kleding online bestellen. Het water is zo warm. Maar het is tijd voor me om eruit te gaan. Oh, ik moet echt naar het damestoilet. Haast je. Oh nee, door mijn natte badpak zal iedereen denken dat ik niet op tijd ben. Ik vind het heerlijk om me te verkleden voor themafeesten. Hallo allemaal. Kom op. Dat is gênant. Ga je naar een zwembadfeest? Check dan van tevoren de dresscode. Zwemmen is mijn favoriete sport. Auw! Ik kan professioneel zwemmen, dus ik kan overal zwemmen. Ik ben er klaar voor. Laten we gaan zwemmen. Wauw, dat is een geweldige training. En nee, ik schaam me helemaal niet. Het is tijd om mijn koffer te pakken. Mijn persoonlijke weekend wacht op me. Klaar. Laten we op weg gaan. Nou, hier ben ik dan. Het is hier zo mooi. Als je vakantie iets is waar je alleen maar van kunt dromen en een duik in het koele water een must is, dan is je keuze je eigen pierenbadje. En helemaal geen ongemakkelijkheid. Heb je je ooit in een ongemakkelijke situatie in het zwembad bevonden? Deel je grappige verhalen in de commentaren onder deze video. Vond je onze video leuk?
Like hem dan, abonneer je op ons kanaal en vergeet niet om op het belletje te klikken. Tot ziens!